Goedendag, mijn naam is Aart. Vandaag moet ik omrekenen op met absolute waarde. Bijvoorbeeld de opzet van x groter of gelijk aan, groter dan 3. Wat betekent wel is x groter dan 3? Ofwel is min x groter dan 3. Positief en negatief waarde. Dit betekent gewoon van 3 tot plus oneindig als interval. Ja? Dit hier gaan we het teken omgebruiken. Dus x kleiner of gelijk aan min 3. Dat betekent van min oneindig tot 3, tot min 3. In feite gaan we dan de unie nemen voor oplossingen. Oplossingen zijn dus van min oneindig tot min 3. Unie van 3, we schrijven hier een unie tussen, van unie van 3 tot plus oneindig. Bijvoorbeeld nemen we punt 0. Het punt 0 ligt niet in de oplossing, ligt tussen twee intervallen in. Inderdaad, 0 is niet groter dan 3. Ja, dit klopt dus. Bijvoorbeeld, als we van x kleiner dan gelijk aan min 1. Dat kan niet, dit is positief, negatief. Dus deze ongelijkheid heeft geen oplossingen. Waarom? Omdat het nooit toepasbaar is. Ja. Tweede voorbeeld hier, als we van 2x min 1 groter gelijk aan 7. Daar heb je twee mogelijkheden, zowel eerst de positieve waarde, 2x min 1 groter gelijk aan 7, of min 2x min 1 groter gelijk aan 7. Ja. Dit hier is 2x groter gelijk aan 8, 7 plus 1 is 8, of x 2 groter gelijk aan 8, of x groter gelijk aan 4. Dat betekent van 4 ingegeven tot plus oneindig. De tweede oplossing is, haakjes uitwerken, min 2x plus 1 groter of gelijk aan 7, dus min 2x groter of gelijk aan 6. Nu door de min wordt het teken omgedraaid, dan wordt x kleiner of gelijk aan min 3. 6 keer tot 2 is 3, het teken wordt omgedraaid. Dat betekent van min oneindig tot min 3, dus min oneindig tot min 3. Krijg je dus als oplossing van min oneindig tot min 3, unie, opnieuw de unie nemen, ja, van 4 tot plus oneindig. Opnieuw. Controleer met punt 0. Op punt 0 behoort niet tot de oplossingverzameling. Dus als je 0 invult, krijg je min 1. Dat wordt 1. Is inderdaad niet groter of gelijk aan 7. Klopt dus inderdaad. 0 ligt ertussen. Nu geen oplossing. Laatste voorbeeld met twee absolute waarden. Nu, eerste oplossing wordt 2x plus 1 plus 5 kleiner of gelijk aan 3x min 4. Tweede mogelijkheid later zal zijn 2x plus 5 kleiner of gelijk aan min 3x min 4. We gaan hier de tweede plus min nemen. Eerste mogelijkheid krijg je min x kleiner of gelijk aan min 4 plus 5 min 9. Door de min wordt het teken omgedraaid, dus x groter of gelijk aan 9. Dat betekent van 9 tot plus oneindig. Voor de tweede gaan we de eerste min uitwerken. 2x plus 5 kleiner of gelijk aan min 3x plus 4. Breng min aan de andere kant, dan krijg je 5x kleiner of gelijk aan 4 min 5 is min 1, dus x is kleiner of gelijk aan min 1 vijfde. Dat betekent van min oneindig tot min 1 vijfde. Tot min 1 vijfde. Dat krijg je als oplossingen min oneindig tot min 1 vijfde, unie van 9 tot plus oneindig. Om nu te checken controle voor 0. 0 wordt niet tot de oplossing, want als je 0 invult, krijg je eerst 0 plus 5 wordt 5. Is niet kleiner of gelijk aan 4, hier 4, dus klopt inderdaad. Dat zijn dus ongelijkheden met absolute waarde. Dank u wel, bye bye.